En ik denk dat er één grote game is waar we volgend jaar met z'n allen naar uitkijken. En er zijn ook veel geruchten dat vandaag de trailer zal droppen. Dat heb ik gehoord, ja. We hebben uitgelegd waarom iedereen denkt dat die deze week komt. En waarom is dat? Nou, er zijn dus... we hebben het dus over GTA 6. GTA 6, ja. GTA 6. De derde en laatste Power Praat hier. Samu Live vanaf Beeld en Geluid te Hilversum. Dit is de laatste week dat we hier zijn. Ik ben hier natuurlijk met Jacco, Cody en ondertekende Martin Verstoor. En we gaan nog een uurtje lang praten met Power. En dat voor de laatste keer dus vanuit Beeld en Geluid, laatste weekje. Ja, gaat snel joh. Ja, ja. Voor mij al helemaal. Ja, jij bent er anderhalve week niet bij geweest. Net begonnen voor mij. Ja. Wat doe je eigenlijk, ik weet Cody? Net hoe alles werkt hier. Wat ik hier doe? Ja, wat doe jij in Power Praat? Ja, dat is goed. Bonus Level. Ik mocht komen van Martin. Ja, we kunnen het ook een Bonus Level takeover maken. Ja, maar nee, laten we dat niet doen, want er is zoveel leuks uitgekomen deze week. Ja, nee, Ron die was verhinderd. Ik weet niet waar hij was. Dat ook niet. Moest echt werken doen, volgens mij. Moest hij echt werken? Alan Wake 2 spelen. Oh ja. Echt werken doen. En daar is water. Ja. Wow, zo, dat is een aardige kan. Dat is top. Dat is wel echt een flinke pegel met water direct. Supermol. Supermol. Goed, we gaan water drinken en we gaan het over videogames hebben. Maar eerst jullie hoogtepunten van de afgelopen week. Oh, kom maar door, Jacco. Hier heb ik niet over nagedacht. Niet? Cody, jij moet eerst. Ik heb hier echt niet over nagedacht. Het hoogtepunt van de afgelopen week was natuurlijk 20 oktober, jongens. Ik bedoel, een dag waarin Spider-Man en... Mario uitkwam op dezelfde dag. Dat is het hoogtepunt. Ik denk het ook, laagtepunt is dat je niet beide games tegelijk kan spelen. Wat dan weer voor mijn hoogtepunt was, dat ik Mario heb gereviewd. Dus ik alle tijd voor Spider-Man had. Die ik nog niet heb. Maar ik heb hem wel besteld. Dus hij komt vandaag binnen. Ja, op disc. Op disc. Dat is wel leuk, toch? Ja, maar had je het meegekregen van die discs? Nee. Van Spider-Man? Nee. Wat is er gebeurd? Nou ja, er zijn wat mensen die hebben een disc van Spider-Man binnengekregen. Sommigen hebben een kras en sommigen niet. Maar die wil dan niet installeren. Blijft hangen op 36% ongeveer. Of hij wil hem gewoon helemaal niet lezen. Dus het is daar niet helemaal goed gegaan met het drukken van die discs. Dat is kut, joh. Iemand heeft weer lopen krassen. Ja, hebben jullie dat wel eens gehad? Een bekraste disc? Ik had het wel eens gehad. Maar nu zijn vaak krassen op discs nog ineens het grote probleem. Er zijn vaak vette vingers aan discs. Ja, dat heb ik wel veel gehad. Die het kapot maken. Dus dan was die transitie voor mij van cartridge naar cd was niet optimaal voor kleine Cody. Nee, maar ook als je hier... we hebben hier veel jeugd rondlopen natuurlijk. Als die een disc geeft, het eerste wat ze doet, gewoon zo vastpakken. Ja. Ja. Dat is natuurlijk wat je niet doet. Maar mocht je vette vingers op een diskje hebben, werkt een ouderwets sopje. Een afvalsopje werkt altijd goed. Je moet het ontvetten. Even je cd dus opgooien? Ja, je moet hem ontvetten. Ik heb dat nog nooit gedaan. Als je hem niet wil lezen, kan je dat proberen. Maar dus heel veel discs. Ja. Nog niet heel veel. Er zijn enkele discs. Er is een badge dus van Spider-Man 2 die niet goed is. Okay. Er zijn ook enkele mensen in Nederland die al dat hadden. En dat is gewoon vervelend. Dan zit je dus te wachten op je game. Komt hij ineens binnen en dan pam, kan hem niet spelen. Krassen en palen. Ja. Ja. Ik ben één keer, hoe zeg je dat, beschuldigd van diskrassen. Ja, maar ik weet nu al dat jij dat gedaan hebt ook. Ja. Hoezo? Nee, dat vind ik gewoon... Dat je bent een oude diskrasser. Ja, gewoon echt een diskrasser. Nee, ik had Jack and Daxter 3, of Jack 3 was het volgens mij. Jack and Daxter 3 had ik van een vriend van de middelbare school geleend. Ja. Voor PlayStation 2. Toen ging je er zo op krassen met de sleutel. Nee, toen heb ik hem gewoon netjes in mijn PlayStation gestopt. En toen had ik hem gespeeld en toen gaf ik hem weer terug. En toen zei hij, ja, de hele disc is bekrast. Dat heb jij gedaan. Ik zei, gast, ik heb helemaal niks gedaan. Ik heb hem gewoon in mijn PlayStation gestopt. Wil je de naam en achternaam nog noemen van dit persoon? Ivar heette die. Oké. Nou, misschien moet je even je excuses aanbieden. Ja, nee, hij moet zijn excuses aan mij bieden. Ik heb niks gedaan. Ja, hij is helemaal gestopt met gamen door jou. En jij zegt, ja, misschien dat wel. Ja. Ja. Maar ja, wel een leuke dag. Dus tegelijk Spider-Man en Mario. Hoe zitten jullie in deze games? Heb jij Mario al gespeeld? Ja. Ik hoop niet vanaf vrijdag, aangezien er een pakketje op je bureau lag maandag. Nee, Martin heeft het pakketje hier uitgepakt. Oké. Ik wilde hier nog appen van kopen hem nog niet voor je kids. Nee, Erno had hem voor me meegenomen. Oh, kijk eens. Dus dat was heel chill. Dus zaterdag hebben wij, want de jongste, die zit al vanaf de release trailer, zit je al te zeuren om die game. Want ik was toen, ik weet die game werd aangekondigd. En ik was toen op de bank beneden, was die video aan het monteren. En hij hoorde dat geluid. Hij schoot achter mijn laptop. Hij zei, wat is dat? Ja, dat is een Mario game. Mag ik die nu spelen? Ik zei, nee, dan moet je nog op. Probeer maar eens een kind van 5 uit te leggen dat hij 3 maanden moet wachten op een game. Dus die moest nog wachten tot dit weekend. En hij was als een kind zo gelukkig. En hij heeft hem het hele weekend zitten spelen. Eerst met zijn oudere broer. En daarna wilde zijn oude broer een potje Fortnite doen. Want af en toe mag je een potje Fortnite samen met mij spelen. Dus moest hij, was hij helemaal aan het balen. En toen zei mijn vrouw van, hallo, Ik kan ook hoor. Toen was je helemaal onder de indruk dat zijn moeder ook pleuris goed is in de Mario. Yeah. Die is natuurlijk ook gewoon opgegroeid met die games. En yeah. dat is toch wel weer die magie van die game. Iedereen vindt het tof. Yeah. Van jong en oud. Iedereen pakt weer een controllertje op en je loopt er weer mee weg. En ik heb ook even zitten spelen toen iedereen op één oor lag. En het is wel echt heel tof weer. Het voelt als oud en vertrouwd, maar het heeft wel echt een evolutie doorgemaakt. Die game ziet er, als je hem in dock mode zet, op je televisie insane mooi uit. Likt. Het spat echt van je schermen. Bizar mooi. Ja. Dat je af en toe gewoon even gaat kijken. Van, je hebt gewoon een schilderij wat op je scherm wordt getoverd. Ja. En dan ga je er omheen spelen. Maar elk elementje in dat level komt tot leven, beweegt, heeft een kleine animatie, doet iets als je erop springt of op drukt. Het is weer heerlijk ontdekken. Die animaties zijn echt sick. En ik ontdek nog steeds details in deze game. Ik weet niet of jullie dat hadden gezien. Maar ze hebben dus de trilmotoren in de Joy-Con en de Pro-controller zo afgesteld dat als je over die blokken loopt met muziek, dat die op de muziek trilt. Dus de trillingen maken muziek. Maar dat niet alleen. Jij maakt ook de muziek, hè? Als je over de blokjes heen loopt. Ja, klopt. Ja. Alleen dat is wel een voorbestemd, zeg maar, ritme. Dus het is niet zo dat jij daadwerkelijk kan bepalen hoe het liedje gaat. Uh-huh. Maar dat is wel cool, toch? Ja. En echt leuk. Maar de trilling, dus ook als je geluid uit hebt, dan hoor je de muziek waar je dus overheen rent in level en dat soort dingen. Ja, het zijn die kleine dingen. Het is zo'n gelikt spel. Nintendo brengt je gewoon een ervaring die je kan spelen van begin tot eind. Ja. Zonder microtransacties, zonder gezeik. Het is gelikt, het speelt lekker. Het is lang genoeg. En het bijzondere aan specifiek deze Mario, vind ik dat wij kunnen er een uitdaging uithalen en je kids. Mm-hmm. Weet je kan die game volledig samen doorspelen en er zijn momenten dat jij van, dat wordt even. Oh, dat is Jasson weer. Ja, dat is ongelooflijk. Dat een 64 altijd weer met dingen. 64 controller. Ik kreeg van de week commentaar op die controller van iemand. Ik heb daar een anekdote over die ik graag vertel. Ja. Het is heel leuk. Ik stond in een hoekje hier zo een beetje toezicht te hebben. En op een gegeven moment zie ik een kindje, een meisje van ik denk 7, 8 of zo. En die heeft dat ding vast. En eerst pakt ze hem zo vast. En dan pakt ze hem zo vast. En heel langzaam gaat die hand. En zet ze hem op de hoofd zo. En ze kijkt zo om de heen. Ik zo. En ze oké. Bleef ze even zo staan en zei ze, is wel leuk hè? Ik zei, ja, is echt vet. Terecht, want het is echt letterlijk de allerdomste controller maar uitgemaakt. Je zet hem toch niet op je hoofd. Ik heb die ervaring ook gehad, man. Het is geen hoed. Ik heb hem niet op mijn hoofd gezet. Maar ik wist ook niet hoe ik hem moest vastpakken. Want je wil hem eigenlijk zo pakken. Maar dan kun je niet bij de thumbstick. Ja, zeker niet als kind. Raar. Het is echt maar het hele ding. Het is van, oh, dit is toch M. Wel raar. Het is, ik heb nooit gezegd dat het geen rare controller is. Het is een M van Mario. We hebben het dus over de N64 controller. Ja, die heeft dus een soort van drietand is het. Maar ik heb die nooit begrepen. En jij hebt zelfs die ene, die Nintendo Switch Online controller gekocht. Natuurlijk, ik heb ook heel Mario Wonder met de SNES controller gespeeld. Ik ben onderdeel van het probleem. Ik ben onderdeel van, ik het koop. Dat toch niet. Maar dat pookje, wat op die controller zit, die gaat dus snel lam. En we kregen dus van de week commentaar, dat het pookje wat op deze zit, die is dus vervangen met een Gamecube pookje. Daarom wat steviger ook. Maar puristen, kan die goed, ik heb het zelf ook. Bij mijn Nintendo. Ja, maar anders had het ding dat hier geen 3 weken vol kwam. Nee, ja, maar dat kun je ook niet. Je moest eens weten waar de vriendjes bij mij thuis mee moesten spelen als ze Smash tegen mij deden. Die kregen de rode controller en dat was gewoon die ging gewoon heen en weer in de socket. Ja, dat en dan zeggen ze, shit, weer verloren. Ik zei, jammer man. Dat heeft ook bijgedragen aan mijn afkeer tegen de Nintendo 64 controller, denk ik. Het pookje. Het pookje, ja. Omdat mijn ervaringen... Je maakt altijd krassen daarop. Nee, ik ging voor het eerst op de redactie GoldenEye spelen. Dat was de eerste keer dat ik het speelde. Maar we hadden ook alleen maar lamme pookjes op de oude redactie nog. Ja, alleen maar lamme pookjes. Ja, ging gewoon niet. En hoe kun je een shooter spelen met 1 pookje? Ik heb nooit gezegd dat de controls van GoldenEye goed verouderd zijn. Nee. Dat zou ik ook nooit zeggen. Ja, het is een monumentale game, maar... Het is nu onspeelbaar. Het is gewoon onspeelbaar. Nee, vind ik ook. Goed, we gaan door met het hoogtepunt van Jacco. Want hij heeft erover na kunnen denken. Hij dacht er even onderuit te kunnen komen. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Welk concert heb je meegepakt? Ik ga vanavond naar Fallout Boy. Natuurlijk gaat hij weer vanavond naar. Dus daar report ik nog over terug. Wil je dat bij voorbaat je hoogtepunt maken? Ik vind dat best wel gegrond als je dat zou willen. Dat kan best. Ik vind dat wel... Nou ja, maar nee, dat slaat nergens op. Oh. Ik kan geen concertreview geven voordat ik het concert heb gezien. Ja, ik weet niet. Ja, ik denk ook de games. We hebben nog... zaterdag hebben we gehangen. Maar dat klonk heel cool. We hebben op tafel gezeten en gesproken. Nou ja, we hebben gehangen. Ja. Ja, we hebben bowling gedaan. Ik heb gewonnen met bowling. Dat is wel een van mijn... Wie bowling? Switch Sports bowling. Switch Sports bowling. Ja. Maar dat duurde even voordat ik door had. Want ik liet de bal steeds vallen. Klopt. Omdat ik dacht dat je hem los moest laten, maar... Dat was alleen bij Wii Sports. Op de Wii, Maar dat zat zo in mijn systeem. Ik denk bij veel mensen dat je hem... los moet laten aan het einde. Want wat grappig is, die Wiimotes die zijn ook wel een stukje zwaarder dan een Joy-Con. Dus ik had... Ja, ik weet niet. Ik vond het gevoel vroeger toch beter. Nu heb je gewoon iets lichts in je handen en je slingert hem. Als jij de Joy-Con in je handen hebt, verdwijnt die ook. Ja. Dan zie je niks meer. Ja, dat klopt. Ja, ja dat is inderdaad niet lastig. Maar dat was wel leuk. Dat was leuk. Zeker wel leuk. Ja, ja. Ik nam ook geen risico's, moet ik eerlijk zeggen. Ik heb alleen gewoon rechtuit. En je begint altijd een beetje scheef op de een of andere manier. Dan zoom ik in, dan zet ik hem in het midden. En dan ga ik zo hard als ik kan. Ja. En ja, af en toe komt daar een strijk uit. Dit is ook rock'n'roll, hè, de Jacco. Ja, ja altijd risico. Van de week, wie bowling. Ja. Ja, zo mooi. En jouw hoogtepunt dan, Martin? Ik was avondje, mocht ik uit met de dame. Mm. Dus, kijk eens. Ja, ik was bij ons rock'n'roll. Ja, jullie waren naar de release party van Spider-Man. Ja, ze zijn allebei niet geweest. Ze zijn allebei op het laatste moment. Ja, ik kon het niet nog een keer in Hilversum. Ja. Oh. Ja. Mijn paardje was jarig, dus dat, ja. Oké, nou, er waren wel wat mensen van ons volgens mij. Ja. Enno, Wouter, Florian. Allemaal. Ja, ja. Was, de release van Spider-Man werd daar gevierd in een bioscoop in Hilversum. Ik was daar niet bij, dus ik heb geen idee. Ik weet dat Tess en Simon mochten het presenteren. Ja, maar ik werd een paar dagen tevoren voor iets anders uitgenodigd door JBL. En dat was ADE voor Martin Garrix. Die ging optreden in de RAI. Maar daarvoor hadden ze een etentje, een lancering van een speciale speaker van samenwerking tussen JBL en Martin Garrix. Oh. Super tof, maar het was gewoon een hele leuke avond. Het was goed geregeld. En we werden voorin die zaal gedumpt op een soort van VIP-deck. Maar heb je ook echt zo'n jantje gedaan? Dat je even... Hij staat toch een beetje te hebben. Even een beetje gewoon... Niet Martin zien Gent. Jammer, dat had ik wel willen zien eigenlijk. En dan subtiel één voetje heen en weer bewegen. Maar ik schrok ervan. Op een gegeven moment, ik ben toch een oude lul. Dus wordt je moeilijk, knijp je er tussenuit. Want die gast begint ook pas om 1 uur s'nachts met optreden. En dat duurt 3 uur lang. 1 uur s'nachts? Ja. Dus op een gegeven moment 2 uur had ik zoiets, kom, we gaan. Maar... Dus we liepen naar beneden, maar toen stond ineens die hele fucking zaal vol. Ja. Wat de mensen komen erop af, joh. Ja, maar die gaan gewoon tot 8 uur 's ochtends door. Ja. Luister, om 1 uur ben ik al in slaap gevallen tijdens een filmpje, hoor. Ja, ik noem me niet er ook. Dus we gingen om 11 uur schakelden we ook over op de energiedrankies. Classic, ja. Dus dat was heel tof. Maar was jij nou met hem? Want ik zag iemand, ik zag een video van jou, misschien heb ik dat verzonnen, hoor. Maar ik zag iemand op een tafel dansen. Nee, dat was iets anders. Het was een ding van JBL. Die hadden allemaal over heel Europa influencers uitgenodigd. Dus het was in een fancy restaurant waar zaten we gewoon te eten. En dat was wat het ding was. Ik had een wijntje, maar elke keer als je een slok nam... Werd het aangevuld. Dus gingen mensen op de tafel. Dus je had geen idee hoeveel, op een gegeven moment hoeveel je had gedronken. Ja, dan is tafeldansen redelijk logisch. Dus na een uurtje gingen sommige mensen op tafel dansen. Terwijl wij zo zaten. Oké. Zou dit ook zijn gebeurd bij Sigrid Kaag toen? Of? Dat denk ik wel. Ja. Met die wijntje. Dat je denkt dat je 1 glas wijn hebt gedronken, maar ondertussen heb je er al 15 op. Omdat je dat is daar in één keer glas bij. Ja, kan gebeuren. Dus stop. Dus, ik heb gelachen. Dat was mijn hoogtepuntje. Papa en mama mochten we eens een keer een avondje uit. Ja, ik ben ook nog naar Kenia geweest. Dat is ook wel een hoogtepunt. Oh, ja. Dat was ook leuk. Niet vorige week. Veel dieren ook. Het telt niet, hè? Was niet voor dat is wel waar. Ja. Maar ik heb dus wel Olifant Mario gespeeld terwijl ik naast de olifant was. Dat is wel cool. Ja. Jij had je Switch meegenomen tijdens de safari. Ja, ik moest hem reviewen. Dus ik heb gewoon tijdens de safari lopen. Maar ook, want je hebt ook van die tenten. En dan ben je echt in, zeg maar, gewoon op de Masai Mara. Dus dat is een soort natuurreservaat gewoon. En dan zijn die olifanten echt naast je gewoon. Die kunnen, als ze willen, kunnen ze je van kant maken. Wel gevaarlijk, hè? Ja, wel cool om dan, zeg maar, olifant Mario te zijn. Dus dat was ook wel een hoogtepuntje. En er waren veel dieren. Ja. Leuk. Dat was echt tof. Nice. Dus ja, ik kan wel uren over Kenia vertellen, maar dat ga ik helemaal niet doen. Maar ik wil wel echt van cool zijn dat ik in Afrika was. Ik zei, Bart is niet onder de indruk. Ja, ik wilde nog, in mijn review heb ik niet gedaan, maar misschien dat ik het nu kan doen. Ik zit op een fucking olifantquote. Oh ja, die is dat wilde ik doen, alleen ik dacht dat was voor Insidegamer volgens mij. Insidegamer, ja. En misschien weten mensen het niet. Dat weet ik wel zeker dat mensen dat niet. Ja, ik weet zeker wel. Ik had dat heel leuk gevonden. Nummer 1 Insidegamer fan. Ja, dat klopt wel, jij bent wel nummer 1. Ik vond die foto van jullie zo cute. Ja. Toen jij nog baby Jacco was? Ja. Ja, dat deed Martin. Weet jij nog hoe jij vroeger, Martin, of je een selfie mocht? Heb jij dat nog een actieve herinnering? Dat je dacht van eerst even praten en dan vind je het goed als ik even... Jij was daar met... was het van, hey! Saar heet zij? Kan dat? Dat zou kunnen, ja. Toen vroeg ik, hallo, mag ik op de foto? Toen nam Dion de foto. Dion was zo, dus hij was een beetje van onder. Dat moment wist ik dus niet meer. Maar op een gegeven moment kwam je dus aan met die foto. Super schattig. Echt, ik dacht dat jij dat al... Dus deze foto trouwens. Is wel... Nee, dat kan niet. Luc in de paniek. Oh. Dit is een podcast. Hij staat erin. Hij komt erin. Ja. Okay. Ik heb trouwens wat voorbereid over Jacco. Over het hoogtepunt, de 2 games die tegelijk uitkwamen. Oh, nee, maar dat weet ik. Een klein spelelementje erin te gooien. Geen quiz. Ik weet dat jullie ervan houden. Ik hou van quiz. Precies, het is klein en subtiel. Vooral van onverwachte quizzen ben ik echt gek op. Dat wist ik. Ja, nou goed. Maar het is afgegaan op de radio. Ja, Radio 2 luistert niemand. Oh, dat vind ik niet echt leuk. Ik had dus daar een voorgesprek. En toen zeiden ze, we gaan wat vragen over Tony Hawk. Ja, maar prima, toen kwamen ze ineens met een super easy game quiz. Maar het was de dag dat we hier hadden opgebouwd in de opening was, zeg maar. Dus ik had 3 uur geslapen en mijn hersenen waren een spons. En toen gingen ze me vragen, welk geluid is dit? En ik herkende het. Wat was het? Het was Tetris. Nee. En ik zat er... Wacht even, dat wist je niet? Dit is niet Tony Hawk, dacht ik. Ja. Dus ik had een complete vastloper, ja. Nou ja, één voordeel. Deze quiz is een stuk moeilijker. Wat zijn de regels? Nou, er zijn niet echt regels. Het is gewoon... Jij weet dat sowieso, maar ik ben zo'n gassie die dan overal een verband inziet bij release dates. En je hebt een paar van die magische data, ja, waarin 2 hele goede games uitkwamen. Wat? Vaak één van Nintendo en dan één van Microsoft of Sony. En we hebben natuurlijk net 20 oktober gehad met Spider-Man en Mario Wonder. Dat was zo'n dag dat ik dan voor de rest van mijn leven onthoud. Ah, kut. Is dit al de eerste vraag? Nee, er zijn dus nog wel... Dit is de intro van de eerste vraag. Ja, dit is gewoon een hele lange intro. Ja. Maar oké. Er zijn 2 onderdelen. Als je dit op RTL zou doen, word je meteen ontslagen. Want dit is gewoon kostbare zendtijd. Van welke game is dit geluidje? Nee. Nee, goed. We hebben dus op die dag, op 20 oktober, kwam Spider-Man en Mario Wonder. En dan wilde ik jullie vragen, welke heeft een hogere Metacritic score gekregen? Dat... Maar gaat Ron wie als eerste antwoord? Moeten we het samen doen? Wat zijn de regels? Jij bent af. Martin, nu mag jij. Martin. Ja, 1-0 voor Martin. Dat weet ik ook al. Oké, de volgende datum die ik met jullie wil bespreken is 20 maart 2020. Weet één van jullie welke games toen uitkwamen? Kut, ik had 2017 in mijn hoofd. 2020. Dat scheelt 3 jaar, Jacco. 20 maart 2020? Is dat niet... Nee, is niet de Last of Us. Ik vind het te lang duren. Nee, ik weet het niet meer. Weet jij het? Ja, het begin van corona was dat? Oh, kut. Nee, nu weet ik het weer. Oké, maar zeg dan. Animal Crossing en Doom Eternal. Exact. Ja. En welk van deze 2 heeft de hogere Metacritic score gehad? Animal Crossing. En wat denk jij? Dat is niet goed. Ja, dan denk ik Doom Eternal. Nee, het is Animal Crossing. 90 en Doom Eternal 80. Die game heeft trouwens weer een gekke revival nu, toch? Mensen gaan het weer spelen. Is dat zo? Animal Crossing of Doom Eternal? Nee, Animal Crossing. Mensen zijn weer aan het spelen. Dan moet ik eens voor mijn eiland gaan kijken. Ja, dat zal overlopen zijn met kakkerlakken, denk ik. Die de boel leeg hebben gejappeld. 88 voor Doom Eternal en 90 voor Animal Crossing. Dus dat was best wel close. En ik heb nog 2 van dat soort data voorbereid. Dan hebben we 21 oktober 2017. Dat is Assassin's Creed... Origins, Origins, Super Mario Odyssey. Oké, je hebt het goede antwoord. Welke heeft dan hoger nu? Er waren 3 games, toch? Oh. Ja, want we deden toen die stream op die dag. Dat we 3 games de hele dag gingen streamen. Dan kan je Wolfenstein 2. Dan heb je een bonuspunt. Wolfenstein 2, toch? Ja. Alleen heb ik niet die Metacritic score voorbereid. Welke heeft het hoogst? Ik denk niet Mario. Mario, dat weten we ook al. Die dag deden we toen nog in de oude studiootje. Deden we een stream, ja. Ja, daar hadden we die tafel van Cheer de Florian eruit gejiet. En dan gingen we daar... Hadden we daar een de hardwarehoek. Hadden we daar een bank neergezet. Dan gingen we de hele dag die 3 games streamen. Hadden we er toen een feestje van gemaakt. Dat was erg leuk, ja. Dit is wel een goede manier om deze quiz te winnen. Ja. Probeer dat soort herinneringen op te roepen. Ja, nee, goed. Want we hebben namelijk ook nog... deze vind ik ook wel erg leuk. 10 november 2015. Dus dat is wel even iets langer geleden. Maar ook wel 2 flinke spelletjes uitgekomen op diezelfde dag. 10 november, dat is Call of Duty iets? Nee. Oh. Dat zijn Fallout 4 en Rise of the Tomb Raider. Wauw, nee, die had ik niet geweten. Welke heeft hoger gescoord van deze 2? Rise. Ja, Rise van Fallout 4. Dit is incorrect. Ja? Fallout 4 heeft een 87 en... jullie hebben wel gelijk. Nee, niet. Rise of the Tomb Raider een 86, Fallout 87. Dus dat scheelt 1 puntje. Wow. Oh, hoog voor Fallout nog eigenlijk. En dan hebben we goede game. Maar Rise of the Tomb Raider was niet zo'n huge game, toch? Nee, maar het is wel een goede reboot. Ik vind wel... Ja, die games zijn fantastisch, maar niemand heeft ze gespeeld. Nee, het is uiteindelijk iedereen, want je krijgt ze of gratis bij een pak boter tegenwoordig. Ja. Nou, hij was voor Xbox toen. Exclusief. Ja, dat was het, ja. Toen kwam die uit. Ik vind dat de beste. Oké, ik heb nog 1 hele leuke. Dat is 15 november 2019. Dat is nog helemaal niet zo lang geleden. Nou, 4 jaar. 15 november 2019. Modern Warfare? Nee. Ah, kut. Is dat de laatste was? Ook niet. Nee, dat was juli of zo. Ah. Juni. Nee, ik weet nog wel dat er een leuk gesprek gaande was tussen Dennis Mons en Wouter op de Star redactie. Wars. Ja. Star Wars. En? Dat je dan nu niet weet wat de ander is, verbaast me enorm. Nee, ja, aangezien jij de review deed. Pokémon? Ja. Ah, tuurlijk. Ja. Dit was inderdaad Pokemon, de dag van Pokémon en Star Wars. En welke denken jullie dat daar hoger heeft gescoord? Star Wars. Het scheelt 1 punt en dat is Pokémon. 80, wat echt volledig onterecht is. Hoeveel? 80 en Jedi Fallen Order is 79. Ik zou dat minstens omdraaien en ik zou Pokémon Sword and Shield zeker geen 80 geven. Hij was wel buggy bij release Star Wars. Dat heeft hem das omgedaan. En wat een toeval. Het staat precies gelijk. Nou, dan moet er nog wel 1 uitsmijter zijn. Dat is wel echt heel toevallig. Dit was het nieuws puntentelling. Ja. Okay. Klopt, het is heel spannend. En als het straks toch 10 punten scheelt, dan doen we 1 vraag die alles beslist. Ja. Okay. Ik denk niet dat jullie weten wat er 11 november 2014 uitkwam, maar ik zal jullie helpen als jullie het niet weten. Dit was namelijk een dag dat er 2 games uit dezelfde franchise werden gelanceerd. En dat moet dan een franchise zijn met enorm veel titels. Wie doet dat nou weer? Is het Warhammer? Nee, dat is altijd een goede Assassin's Creed. Oh ja, tuurlijk. Dat is... Ja? Je had hem volgens mij Broken Unity. Dat klopt. En welke heeft hoog gescoord? Wat denk jij, Martin? Oh. Unity was echt heel, heel slecht. Het kwam zelfs in het nieuws vanwege de glitches. Ja, dus dan zou ik zeggen Rogue. En jij? Ja, ik denk ook wel Rogue. Rogue is... Jullie hebben het allebei goed. Het is namelijk precies gelijk. Ze hebben allebei een 72 ontvangen op Metacritic. Dus dat is gelijk geëindigd. Ja, en dan, 72? Ja, we hadden het al lichtelijk verteld. Het staat dus nog steeds precies gelijk. En dan doen we 1 filmvraag. Want er is ook een monumentale datum geweest dit jaar met 2 filmpjes. 20 juli. De Mario film? Oh, Barbenheimer. Ja. Ja. Weten jullie welke hoger heeft gescoord? Oh, ja, het zou Oppenheimer wel zijn, toch? Dat lijkt me ook wel, ja. Dat is correct. Ja. Nou, dan zijn jullie precies gelijk geëindigd. Beide nog niet gezien, trouwens. Ik ook niet, nee. Niet? Maar ik heb hem ook niet gezien. Ik ben bang dat ik dan... dat lijkt me een iets te intense film. Ik heb hem 3 keer gezien. 3 keer? Ja. Dan ben jij wel echt de Oppenheimer. Ja, de 3e keer was wel lang, maar wel een goede film. Ja, dus nou goed, dat was de mini-quiz. Nou, leuk. Leuk, toch? Ja, er zijn al van die data aan, die blijven je dan bij. En, dat heb jij altijd heel erg, hè? Ja, ik ben daar heel slecht. Ik heb geen idee. Ja, het zijn ook vaak de 20ste. Dat is heel gek, want je hebt dus... Ja. Je hebt 20 oktober nu. Dan had je 20 juli met Oppenheimer en Barbie. Dan had je 20 maart met Animal Crossing en Doom Eternal. Ja, dat is een beetje einde 20 maand. Oktober met Odyssey en Origin. Dat is eigenlijk 21, maar die ene mag je best afhalen. Hm. Dus ja, nou grappig. Ik zag daar een verband en ik dacht, laten we een klein quizje doen, omdat ik weet dat jullie daar dol op zijn. Leuk. Ja, ik hou van quizjes. Ja. Nou, dat dus. Nou, dit jaar was dus Mario. Zou je meedoen aan de slimste mens? Absoluut. Ja? Wat weet jij van... Nou, weet niet. Jacco? Ik denk dat ik heel erg door de man val. Daar ben ik ook altijd bang voor. Er zijn afleveringen dat ik denk van, ik zou nu echt winnen met 400 seconden. Slim zijn en veel weten is ook niet hetzelfde. Nee. Nee, het zijn altijd van die... Het gaat vaak over onderwerpen, van die boomer onderwerpen waar ik niks van weet. Ja, of Facebook. Gewoon of iets... Zeg maar nieuws, wat helemaal niet meer nieuw is. Ja. En dan gaan mensen... Nou ja, goed. Slimste mensen, leuk. Vraag ons. Anyway. Ja. We gaan door. Terug naar de games. Wij gaan richting het einde van het jaar. De laatste grote release is natuurlijk nog de nieuwe Modern Warfare 3. Die eraan zit te komen. Alan Wake. Alan Wake 2 ook nog. Maar deze week. Ik denk dat wij daar zin in hebben. Maar volgens mij staat hier weinig radertjes van de mainstream publiek. Ja. Ja, ik heb het voordeel van Alan Wake 2 is, als je dus niet bekend bent met Alan Wake en je gaat gameplaybeelden bekijken, dan zou je snel kunnen denken van, oh, dit is een beetje het straatje van Resident Evil 2 en al die remakes van Resident Evil. Dat is een beetje het gevoel dat het oproept. Ja. Dus het is wel makkelijk om daar interesse in te hebben, denk ik. Schat ik in. Ik weet niet, ik denk dat het een moeilijke titel is, ook omdat met het bovennatuurlijke was meewerken. Dus 2 verhaallijnen. 2 verhaallijnen, moeilijk uit te leggen. Ja. En ik denk dat heel veel mensen de personage Alan Wake niet kennen. Weet je, Spider-Man is gewoon makkelijk om uit te leggen. Een nieuwe Spider-Man, dikke blockbuster game. Iedereen gaat het checken. En als je de keuze moet maken, stel je moet 2 keer in de maand 70 of 80 euro uitgeven. Of je kan het eigenlijk maar 1 keer doen. Wat ga je doen? Ga je voor de veilige keus? Meestal wel. Call of Duty of zo. Ja. Call of Duty of Spider-Man. Ja, ik vind ook... ik ben blij dat Alan Wake 2 er komt. Maar ik heb ook persoonlijk niks met Alan Wake. Omdat ik geen Xbox 360 had. En ik weet dat iedereen al jaren zegt dat die eerste heel goed is. En er kwam een keer een remaster. Volgens mij vorig jaar midden tussen allemaal andere goede games. Ook niet gespeeld. Terwijl ik vond Control wel heel vet, dus... Ja. Maar ja, die link moet je maar net leggen. Hetzelfde universum, toch? Blijkbaar wel, ja. Okay. Ja. Die DLC's heb ik niet gespeeld. Die eerste of tweede DLC, die legde heel duidelijk een link tussen beide games. Maar daar ben ik vooral heel enthousiast voor. Want ik vond Control een hele vette game. Echt een bijna een soort superhelden game. Maar dan met schietactie en hele vette vibe. En ik denk dat ze dat heel goed kunnen in Alan Wake 2. Ik denk dat als je dit luistert, dat de reviews al live zijn. Zeg ik het goed? Ja, ja, donderdag. 26 oktober. Ja. Dus ik heb zelf helemaal nog niks over gehoord. Maar, ja. Nee, ik ook niet. Maar weet je wat een beetje het voordeel is, wat ik verwacht? Je gaat Alan Wake 2 niet, in ieder geval niet heel makkelijk kunnen reviewen als je de eerste niet hebt gespeeld. Kan natuurlijk wel. Hè? Het is een op zichzelf zelfstandige titel. Maar ik denk dat veel ouders ervoor kiezen om deze te geven aan iemand die iets heeft met Alan Wake. Ja. Die in ieder geval gespeeld hebt. Ja. En dan krijg je natuurlijk wel die nostalgie multiplier. Of gewoon het feit dat zo'n franchise weer leeft. Ja. Dus ik denk dat die best wel hoog zou kunnen uitvallen. We hebben een bet gedaan, toch, op de redactie? We doen tegenwoordig Metacritic score voorspellingen. Ja, echt zo dom. Maar wat had jij gezegd? 86. Ja. Ik zei 87, maar ik wilde eigenlijk 85 zeggen. Maar die was ook al bezet. Nee, ik ging voor de 80. Ja, dan 80 heb jij het goed, denk ik. Ja, ik denk geen idee. Dat zou ik nu live. Niemand weet het. Nee. Dit jaar zijn de cijfers al hoog. Maar dat is nog wel een leuke uitsmijter, inderdaad. Kijk, het is geen Call of Duty. Dat is een echte uitsmijter. En dat gaat natuurlijk vele malen beter verkopen dan Alan Wake. Ja, kan verkopen wel, maar ik heb echt weinig vertrouwen in. Het is ook stil rond die titel. Maar, ik bedoel, ik snap dat je weinig vertrouwen hebt, maar ze hebben de nostalgiebom gedaan. We doen alle games uit, wat is het, 2009 komt volgens mij het origineel uit. Die gaan we al die maps brengen we 2 terug. Doen we in Modern Warfare 3. Dat is sowieso gek, toch? Ja, wij vinden dat niet gek, maar ik denk zeg maar vriendengroepen die niet altijd meer gamen, wel nog zo'n Series X hebben gehaald voor Warzone. Yeah. Die gaan natuurlijk helemaal bonkers hierop. Die denken, oh yo. En je neemt al je wapens mee en zo, en je attachments, maar die hussen ze wel een beetje qua statistics. En ik heb de beta gespeeld en hoe was dat? Ja, het speelde erg lekker. Het is veel meer arcadey. Ja. Het wordt ook gemaakt door Sledgehammer. Zij zijn van? Zeg maar welke de World War Games en Advanced Warfare. Toch met die jetpack-y dingen waren zij, toch? Of was dat? Ja, en ze hebben Vanguard gemaakt. Ja, okay. Vanguard en World War 2 hebben zij gemaakt. En die waren dan weer vrij snel, vooral World War 2 volgens mij. Maar deze voelt iets meer arcade. Ze hebben ook 150% health volgens mij eraan toegevoegd. En dat merken we echt een beetje. Oh, dus de time to kill is wat langer. Oké. Ja. En ik heb er geen probleem mee. Ik vind het rauwe van Modern Warfare, dat snelle, dat je ook iemand met 2 kogels neer kan halen, vind ik juist wel vet. Maar het speelde gewoon heel lekker. De movement hebben ze ook iets verbeterd. Het is alleen, je kent de maps. Dus ik heb niet heel veel reden om ik vind dat een voordeel, absoluut, man. Ik ben niet goed genoeg in Call of Duty om in een nieuwe map te rocken of zo. Same. Ik ga dan gewoon echt 25. Ja. En als ik de map ken, dan weet ik in ieder geval oké, dit zijn de 3 wegen. Hier had je een paar van die angles waar je kan gaan liggen. Ja, true. Maar favela is wel één groot wespen. Precies. Ja, een soort wespennest. Gewoon van alle kanten komen vijanden en kogels en zo. Maar dat is ook wel een beetje hoe het was natuurlijk. Al die kleine gangjes waar je in kon gaan. En dan rende je net een huisje in en liep er net weer iemand achter je aan omdat je die niet zag. Klopt. Zeg maar, die Call of Duty games, de kunst is weten wanneer je moet omdraaien. Je kan echt doorlopen, maar op een gegeven moment word je van achter genakt. En dus altijd om het hoekje mikken. Altijd dat soort dingen, Dus ik weet het niet. En dan zie ik die campaign. En die campaign van Modern Warfare 2 vond ik echt heel vet. Hij was best wel moeilijk. Mm-hmm. Hij was gevarieerd. Had dat dan een soort van MCU-vibe. Met alle personages kwamen weer terug. End credits met Makarov, die nu dus aangekondigd is. Maar dan laten ze ook weer in die demo zien dat ze een soort van free flow. Oh, we gaan de trein naar de TGV. Dit is het moment dat mensen lopen hier met een app naar binnen. Kan je aanmelden en dan kan je hier allemaal door het museum kan je verschillende dingetjes kan je doen. Zoals je eigen nieuws dingetje voorlezen. Dat wordt dan allemaal verzameld in die app. Dat weet ik nog van vroeger. Eén keer per uur wordt dat allemaal geüpload naar de cloud. Yeah. En aan het einde krijg je dan een soort van mediaprofiel. Dit is het geluid wanneer het naar de cloud gaat. Ja. En dan gaat het helemaal loco hier. En dan moet je even oppassen dat je geen epileptische aanval krijgt. En dan is het nu weer klaar. Dan is het weer rustig. Persoonlijke data. Leuk. Ik weet dat nog wel hoor. Toen wij naar de middelbare school gingen, dat je zo'n nieuwsitem kon nemen. En van die perspectieffoto's, dat je dan eigenlijk heel klein bent. En heel, dat was wel mooi hoor. Ik vond dat wel een leuke ervaring. En je kan hierboven ook een eigen film regisseren. Oh. Dat is wel leuk. Daar hebben ze een soort van mini-sets gemaakt. Oké. Kleine. Nou, dat is wel leuk. Ja, dat is leuk. Als je nou luistert en denkt, goh, ik wil dat en de PU-expo doen. Dan moet je echt morgen gaan, gast. Dat is je letterlijk laatste keer. Morgen, vrijdag en zaterdag. Zaterdag en zondag. Oh ja, zondag ook nog 3 dagen. Ja, zondagavond gaan we met z'n allen weer de schermen van de muur afschroeven. Dat vind ik leuk uit. Ja. Nee, wij gaan de vitrines doen, Darko. Wij gaan de vitrines doen, ja. Ik ga de tv's doen. Ja? Ja. Weet je het zeker? Hopen dat het goed gaat. Ik kan dat wel. Ik ben misschien niet handig met de meeste dingen. Wij hebben ze erom op. Maar dit zal vast goed gaan. Ja, eraf gaat het vast makkelijker dan erop. Ja, precies. Ik denk het ook. Ja. Nee, maar je was bezig met je Call of Duty verhaal. Ja, nee, ik wilde alleen zeggen... wel of niet hyped? Nee, ik ben niet hyped. Maar ik was aan het uitleggen waarom. Omdat ze ook in die demo liet een soort van free-flow missies zien die heel erg leken op een verhaal in een Warzone map. Mm-hmm. Ja, oh, absoluut. Tijdens de Gamescom, Opening Live, krijg je dat voor het eerst zien. Ja. En dat was gewoon een volledig... ja, Warzone potje. Ja, een soort Warzone map, want je kon ook weer armor en zo pakken. Het was in prison, waarbij dat is ons huis. Ja. Ja. Daar komen wij graag. Ja, klopt, maar ik wil dat niet in een campaign. Een campaign moet voor mij echt gewoon super gelikt zijn en gewoon lineair in Call of Duty. Dat vind ik vet. En dan voor de zombies geldt volgens mij hetzelfde, want dat is ook op zo'n Warzone map of een gedeelte daarvan. Volgens mij ga je daar gewoon rondes zombies neerknallen in plaats van dat ze dat designen. Sinds Treyarch dat niet meer doet, is dat al niet meer hetzelfde. Het is wat experimenteler. Ja, Treyarch doet zombies. Zij doen nu zombies hiervoor. Maar is dat dan zeg maar met Dempsey en Nikolai en dus zeg maar de echte klassieke zombies? Want dat stopte na Call of Duty Black Ops 3. Ja, nee, het is anders. Dus ze zoeken nu weer een nieuwe manier om dat te faciliteren. Kijk, het is leuk hè, wave shooters zijn altijd leuk, zeker met zombies. Maar het mist wel een beetje die, voor mij mist het ziel. Maar we gaan het zien. Dus Call of Duty dit jaar nog. Ja, dat is de laatste grote game, denk ik. We hebben nog Super Mario RPG komende. Ja, Super Mario RPG. Prince Peach is volgend jaar, Prince Peach is januari. En dan zit je echt in 24. Ja. Nou, we zijn ook bezig met ons lijstje richting... Jeffke? Ja, Jeff. De Game Awards. Wij zijn vanuit Power Limited jury de Benelux. De enige outlet die daar een stem in heeft. Dus best wel een eer natuurlijk dat we daarvoor worden gevraagd. En ik hou een beetje de lijstjes in de gaten. Ik zag ze gisteren live ingevuld worden. Je ziet allemaal wel mooie titels voorbij komen. Maar wie gaat er straks, denk je, met die award omhoog staan? We hebben natuurlijk Baldur's Gate. Maakt een grote kans. Spider-Man, dat zag ik vaak voorbij komen. Ja, het gaat inderdaad tussen Baldur's Gate, Starfield, Spider-Man. Ik denk niet dat Mario Wonder en... Denk je dat het een kandidaat zal worden? Ze zullen wel genomineerd worden, maar ze zullen het afleggen tegen Tears of the Kingdom al. Yeah. Nou, ik heb hem wel... Oh, dat mogen we niet zeggen. Ik heb hem niet genomineerd. Ja. Nou ja, dus jij hebt gewoon... Maar onze lijst... We gooien alles straks op een hoop van alles en iedereen. Ja. Kijk, ik zou het gek vinden als Tears of the Kingdom deze niet wint. Ja, ik denk dat uiteindelijk dat Tears of the Kingdom hem wint. Hebben jullie al nagedacht over bij de Game Awards? Heb je altijd, als voordat ze de game van de Game of the Year bekendmaken, doen ze een concert met dat, hoe heet dat orkest? Dat is een heel bekend orkest. Het is super bekend. Ja, in ieder geval. En die doen dan al die nummers van die games. En normaal gesproken is het een beetje so-so. Want je hebt je It Takes Two en Deathloop. En denk je, oh ja, ik herken dit wel. Yeah. Maar nu ga je fucking Mario, Tears of the Kingdom, Starfield, Baldur's Gate. Dat gaat echt... Nou ja, goed. Ik kijk daarna uit. Sea of Stars. Maar ik denk Tears of the Kingdom. Ja, dat is mijn verwachting. Ja, maar ik zie Baldur's Gate ook nog wel winnen. Dat is echt wel zo'n media-lieveling. Maar het ligt eraan, hoe zijn de stemmen ook weer opgebouwd? Want wij als media stemmen, maar dus ook een deel publiek, toch? Nee, dat is een aparte prijs. Wel publiek, maar dit is niet zo'n groot onderdeel van het aantal stemmen of zo. Volgens mij is het echt een klein deel. Nee, de awards is echt jury. En dan heb je ook nog een publieksprijs inderdaad. Ja, want die ging toen naar Ghost of Tsushima. Dat weet ik nog van 2019 of zo. I don't know. Ja, dan denk ik, het publiek zou dan wel Spider-Man worden of zo. Dat zie ik ook nog wel gebeuren. Want die is net uit. Super hyped. Hij verkoopt super goed. Ja. En wat denk jij? Ik zit Baldur's Gate ook nog wel Baldur's Gate, hoor. Ja, denk je dat Baldur's Gate... Ja. Het zijn wel critics natuurlijk. Iedereen loopt daarmee weg. Ja. Dat is wel waar. Critics, Maar ik denk ook dat maar een kwart op z'n hoogst van elke gameredactie dat heeft gespeeld. Baldur's Gate, toch? Maar denk je meer dan Tears of the Kingdom? Denk je dat? Ja, iedereen heeft Tears of the Kingdom gespeeld. Maar denk ook iedereen heeft Baldur's Gate gespeeld. Ja, het is gewoon een vast rijtje van fantastische games dit jaar die iedere critic wel heeft gespeeld. En waar Zelda misschien onder gaat leiden is dat het gewoon echt een fucking lange game is. Je kan 50 uur gespeeld. En ook begin van het jaar uitkwam. En januari. Dus niet meer super top of mind is. Januari. Baldur's Gate is echt een nog langere game. Wanneer kwam Zelda uit? Dat was februari? April helemaal? Mei al? Ja, 12 mei of zo, toch? Mei, ja. Wauw, ik zat even 3 maanden 12 daarna. Mei, ja. Dat is wel lang geleden, ja. En Starfield, die we noemen nu eigenlijk niet. Weg. Ja, ik ga graag weg. Nee, die komt wel in het lijstje, komt wel in de top 15. Ik weet niet of die gaat genomineerde denk ik wel, maar ik denk niet dat die misschien beste RPG-prijs gaat pakken. Ik denk dat die naar Starfield gaat. Zoiets zou kunnen. Het zal zeker een prijs pakken, maar goed, Game of the Year. Ja, ik ben benieuwd. Ik heb er wel weer zin in. We hebben natuurlijk ook nog Hogwarts Legacy. Daar was het begin van het jaar, had iedereen maar daar was daar stil van. Er afgelopen week kwamen nog screenshots van de Switch-versie uit. Bewegende beelden durven ze niet aan, maar screenshots wel. Ja. Okay. Maar daar hoor je weinig mensen meer over. Ja, het is voor een eerste AAA-titel, ze hebben natuurlijk Disney Infinity gedaan, Avalanche Studio, is het echt een fantastisch goed project. Het is echt een hele goede game. Het is, yeah. Ik ben ervan overtuigd dat het een van de mooiste PS5-games zit, maar daarvoor heb ik wel wat lezers op mijn hoofd staan, mensen die daar niet mee eens zijn. Maar binnen Hogwarts is het echt prachtig. Ja, het is mooi ontworpen. Maar het is heel repetitief. Binnen 6 uur heb je gedaan wat je de rest van de 50 uur moet gaan doen. Yeah. En dat is een probleem. Het is wel een heel mooi beginproject voor Avalanche. Ze gaan een vervolg maken. Dan kan je de klok op gelijk zetten. Ja, zeker. Er gaat nog een volwaardige zwerkbalgame op een gegeven moment komen. Er is al volgens mij een van EA Originals of zo aangekondigd. Mm-hmm. Of daar gaan ze ook nog op kapitaliseren. Dus ik denk dat dit een heel mooi begin is voor wat Avalanche Studios met die franchise Harry Potter kan gaan doen. Maar deze gaat het nog niet redden. Ondanks dat ik het een goede game vind hoor, ik zou hem een 8 geven. Ja, maar het was echt een hele grote hype omheen. Volgens mij op Gamer de best gelezen review van het jaar, veruit. Maar als je kijkt naar wat er daarna is gekomen, betere games. Nou, inhoudelijk mag je het niet vergelijken met bijvoorbeeld Tears of the Kingdom, Starfield, Baldur's Gate, etc. Ja. Daar ben ik met je eens. En Final Fantasy, want ik heb daar alleen het begin van gespeeld. Ik ben er niet verder mee gekomen. Ik zag die ook regelmatig voorbij komen in de toplijstjes. Ja? Oei. Oké. Ja, ik ben er ook niet verder dan 30% mee gekomen. Ik wil wel verder, want het is nog steeds wel een game die mij aanspreekt. Maar er was iets wat ook nog uitkwam. En ik had toen... volgens mij was die vlak voor Baldur's Gate. Klopt. Toen ben ik die gaan spelen. Ja. Op je Steam Deck. Hoe is mijn Steam Deck, Jacco? Ja, die is ook Steam Deck. Ergens nog in Scheveningen. Die heb ik verkocht. Ja. En niet aan mij. Nee, je hebt alleen... Ik vond het zo mooi. Jacco appte mij voor zijn vakantie. Hey Cody, ik heb Steam Deck gekocht. Ik zei, wat? Echt serieus? Nadat je Switch... Je hebt letterlijk een aflevering van Bonus Level genoemd... De Switch is beter dan Steam Deck. En nu koop je hem. Toen heb ik hem daarna 3 weken niet gekocht. Omdat de beste man in Japan was. De eerste heb je ook weer van hem krijgen. Cody, wil je mijn Steam Deck kopen? Nee. Ik zei, natuurlijk wil ik je Steam Deck. Die aflevering ging over dat ik hem had gekocht. En toen was ik al een beetje aan het terugkrabbelen van... Ja, ik gebruik hem niet zoveel. En weet je, maar jij bent ook niet de persoon voor een Steam. Nee, maar ik zit er veel te klooien. Je hebt Diablo 4 heb je nog eens draaiende gekregen. Nee, het is echt wel meer voor de hobbyist. Maar wel 80 gig gedownload. Ja, maar het is meer voor de hobbyist die het leuk vindt om daarmee te kloten zoals jij. Ja, nee, het is een mooi apparaat. Prachtig. En als je daarvan houdt, helemaal goed. Maar ik besef dat de indie games speel ik op een Switch of andere platforms. En AAA games speel ik sowieso op het grote scherm. Ja. Dus blijft er niet heel veel over. Het is leuk voor bijvoorbeeld als je een GTA 4 of zo wil spelen op een klein scherm. Dat soort dingen zijn cool. Of Bully of dat soort spelletjes. Ik gebruik het ook als retro machine hoor. Ja, het is leuk voor retro. En zeker als je een beetje gaat zoemelen in het grijs gebied. Maar ja, het is niet voor mij. Ja. Dus doe je Steam Deck. Steam Deck is nu weg. Ja, nou, misschien als er ooit een nieuwe komt die veel beter is en slikker en iets gebruiksvriendelijker. I don't know. Ja. Nou, wel interessant. Goed, dit jaar hebben we dan afgesloten en dan gaan we door naar volgend jaar. En ik denk dat er 1 grote game is waar we volgend jaar met z'n allen naar uitkijken. En er zijn ook veel geruchten dat vandaag de trailer zal droppen. Dat heb ik gehoord, ja. Hij wordt aangekondigd. Vandaag, hè? Nee, althans wel volgens Gamer.nl. Nee, waarom die juist niet dropt, is het. Ja. We hebben uitgelegd waarom iedereen denkt dat die deze week komt. En waarom is dat? Nou, er zijn dus... we hebben het dus over GTA 6. GTA 6. Hij staat in de planning voor eind 2024, begin 2025. Dat zien we uit de cijfers die 2K al naar de aandeelhouders heeft geslingerd. Ze verwachten heel wat. Ja. Microsoft die heeft gezegd in die rechtszaak dat ze verwachten dat die eind 2024 komt. En dan zijn er nog wat insiders die gesproken hebben met de Rockstar mensen, onder andere Bloomberg en zo, die zeggen dat die inderdaad 2024, 2025 wel op de planning staat. Ja. Dus als je dan kijkt naar de planning of de geschiedenis van de aankondigingen, dan worden die trailers vaak ongeveer een jaar of 2 voordat ze daadwerkelijk uitkomen gedropt. Dus dat betekent niet uitstel meegenomen, of met uitstel dus. Een jaar of 2 ervoor. Dus dan zou het nu ongeveer het moment zijn, omdat ze wel vaker in oktober iets aankondigen om het te droppen. En daarna zijn er dus geruchten over mensen die zogenaamd een trailer zouden hebben gezien. Ja. Waren 2 verschillende. Eentje die had een hele uitgebreide beschrijving over wat je in de trailer ziet. En die zei dat 26 oktober de dag was. En dan hadden we nog een ander, eentje op Reddit. En die heeft bewijs gestuurd naar de mods. En de mods hebben het gelezen en die zeggen: we geven het voordeel van de twijfel. En die heeft ook een beetje een vergelijkbare beschrijving over... Nou, je ziet een alligator uit het water komen. En, wat bedoel je met de mods? De mods van Reddit? Ja, de mods van de... Je hebt zo'n leaks en rumors. Die hebben uiteindelijk beoordeeld dat het geloofwaardige leak is. Geloofwaardig genoeg om het eventueel te plaatsen. Oké. Nou ja, dat is... Interessant dat daar in ieder geval controle op zit. Dat je er niet zomaar alles op kan slingeren. Ja, nou, alsnog staat er heel veel bullshit op. Ja, die andere was 4chan. En die noemde volgens mij geen datum. Maar ja, een beetje vergelijkbaar. Van, je ziet autoraces en je ziet de Vice City vibe. En je hoort de stemmen van Jason en hoe heet die andere? Wat is de vrouwelijke speler? Die ben ik nu even... Lucia volgens mij. Lucia, ja. En Phil Collins speelt... Collins, wat heeft hij hiermee te maken? Ja, die zit vaak in de Rockstar Games. Oh, in de soundtrack. All, ik dacht, ik kan hem ook spelen. Ja, maar in de Vice City soundtrack heeft hij... In the Air Tonight, die is iconisch. Ja, voor mij is het... Kids in America is voor mij het meest iconisch. Ja? Ja, dat was fucking... was Vice City wel, trouwens. Ja. Kids in America, ja. Ja, ik zit te kijken. Ja, dat waren eigenlijk de twee voornaamste geruchten. Waarom... Maar los van de geruchten is het wel gewoon... een keer tijd, toch? Als die dan inderdaad... Ja, maar GTA 5 deed volgens mij met een logo op Twitter. Ja, dat is het ding. GTA 5 was een logo en Red Dead veranderden eerst hun logo inderdaad naar rood. En toen veranderden ze die banner ook naar rood. En toen kwam volgens mij de aankondiging. Ze hebben het echt uitgesmeerd over 3 of 4 dagen. Ja, daarom denk ik ook niet dat er... Als er vandaag een trailer dropt, zou ik dat heel gek vinden. Ja. En ik denk ook niet dat ze dan meteen een trailer droppen, maar dezelfde strategie kiezen. Misschien eerst wat echte kleine teasers, zoals zelf wat logo's veranderen en dan een afbeelding. Ja. Zodat we op kunnen bouwen naar een trailer release. Ja, ze gaan het niet direct droppen. Ze willen dat er al een beetje herrie komt, dat mensen, klaar zitten ervoor. Ja, of het is nu wel gedropt. Dat zou ongemakkelijk zijn. Dat zou ook kunnen, ja. Dan is deze hele podcast kapot. Dan zitten wij ernaast. Maar ik vind wel dat het een keer tijd wordt om wat van die game te laten zien. Als je die eind 2024, begin 2025 wil uitbrengen, dan wordt het nu toch al tijd dat we kunnen gaan likkenbaarden en niet naar de herinnering moeten gaan van de lek. Want dat vind ik toch altijd wel een beetje een vlekje of zo. Ja. Niet dat ik vond die beelden trouwens goed van de lek. Ik ook. Voor alpha beelden zag dat er echt fucking insane uit. Maar dat is wel hetgene waar mijn gedachten nu vaak naar gaan. Dat is naar GTA 6 denk ik. Ja, ik denk liever aan zo'n iconische trailer als die van GTA 5. En de magie was wel een beetje weg. Volgens mij was ik ook niet helemaal in de loop voor GTA 5. Ik weet niet wat daar van tevoren van was gelekt. Maar voor mij was het echt wel een verrassing dat het terugging naar Los Santos. En nu weten we al, oké, het is Vice City. Het zijn 2 hoofdpersonen. Je kan waarschijnlijk tussen ze wisselen. Dat soort dingen... gaan er allemaal in zitten. Mm-hmm. We weten al dat het een wat meer levende wereld gaat worden. Als in dat die wordt uitgebreid met updates en zo. Want dat wilde Rockstar ook zo doen. Dat ze niet 1 huge game maken, maar dat ze hem over jaren een beetje uitbouwen. Dus we weten al een hoop. Het is wat dat betreft wel een andere aankondiging. Toch wil ik hem heel graag zien. Ja, we hebben natuurlijk nog heel veel vragen over GTA Online en wat het haakje met GTA 6 gaat zijn. Wordt dat 1 game? Wordt die volledig online? Dat zijn ook nog wel vragen. En gaan ze dat Vivum, gaan ze dat omarmen? Dat roleplaying? Ze hebben natuurlijk die groep hebben ze binnenboord gehaald. Oh, is dat zo? Ja, dat is wel een dat is een essentieel onderdeel van GTA geworden, hoor. Ja, weet je wat ik mis? Waar ze denk ik goed aan zouden doen, is dat ze ook voor de Call of Duty speler gewoon een soort van 15 minuten deathmatch. Maar je had wel deathmatches in GTA Online. Ja, oké. Wel maar... voornamelijk in third person. Je kan het ook wel in first person zetten. Dat is vaak locked. Dat kies je dan bij de game modus. Ja, maar er waren wel dat soort modi. En ik weet van best wel wat vrienden van mij dat die daar best wel hard op gingen. Ja, die speelden dat veel, hoor. Ja. Maar voor mijn gevoel moest ik altijd zoeken en duurde het lang. Nou, dat kan sowieso gestroomlijnder. Ook al die je hebt een beetje fases gehad bij GTA Online. Op een gegeven moment was dat Cars versus Walking Man was een ding. Dan had je een jump. Dan sprong je dan met dure auto's naar boven op. Liepen de mensen en dan moest je de auto's ontwijken. Dat was op een gegeven moment heel hip. Je had een deathmatch was op een gegeven moment hip. En zo heb je vaak van die fases. En als ik nu wil spelen en ik zou graag dat willen spelen wat ik 5 jaar geleden speelde. Ja, dan moet je maar net een lijstje vinden. En dan moeten er ook nog mensen bij komen. Maar dus dat kan echt wel beter. Ik ging die Dr. Dre update opstarten. Hè? Daarvoor had ik gewoon een paar keer GTA Online opgestart. Je krijgt zoveel messages. En dan moet je de teamleader van je lobby of zo worden. De president, de CEO of zo. Ik heb geen idee. Ja, ik moest van je alles motorclub of van je VIP-president van je bunker. Terwijl ik wilde letterlijk de missies met Dr. Dre spelen. Nee, maar dat moeten ze gaan stroomlijnen. En het fijne daaraan is, als ze het niet weten te stroomlijnen, is het in ieder geval zo dat we weer bij het begin beginnen. Ja. Dus we kunnen het weer allemaal volgen. Dat is wel echt iets waar ik naar uitkijk. Want als ik aan mijn GTA-trekker wil komen, dan... kom ik nu vaak op een stukje rijden met Franklin. Omdat je dan die slow-mo ook hebt, vind ik lachen. Ja. Maar online is gewoon een doolhof geworden. Ja. Ja. Goed, GTA 6 dus. Ja, misschien leuk. Vandaag, misschien ook niet. Misschien ook niet. Nee, waarschijnlijk niet. We gaan door met de tippies. Heb je nog een tipje, Jacco? Je hebt je goed voorbereid voor vandaag, dus kom maar door met je tip. Ik heb wel iets, denk ik. Oh, hij heeft wel iets, maar hij moet er even over nadenken. Ik moet er heel even nadenken. Ik wist niet eens of dit een segment was. Is dit een ding? Ja, wij hebben een segment tippie. Met tips. Tippie voor de luisteraars. Ik wil graag als tweede of als derde. Martin, heb jij een tippie? Ja, ik heb een tippie. Oké, we zitten hier in Beeld en Geluid. Die houden van videogames. Dat is ook de reden waarom we hier staan. En zij houden ook van Davilex. Kennen jullie Davilex? Tuurlijk kennen we Davilex. Wat is dat ook weer? A2 Racer. Oh, ja. Amsterdams. En ook vakantieracer. Beter dan A2 Racer. Ze hebben hier op 24 november hebben ze een speciale Davilex Games dag. Wow. Gaan ze dat een beetje dit doen wat wij hier doen. Alleen dan iets kleiner. En helemaal rondom Davilex. Dus... dat is... fucking hard. Ja, er komen sprekers langs van die bij Davilex hebben gewerkt. Die dat is echt cool. Games spelen, een kleine expositie gaan ze doen. Maar jij als luisteraar, /kijker, zou er ook onderdeel van uit kunnen maken. Want ze gaan een game jam doen. Ik drop even de link in de beschrijving. Kan je voor inschrijven. Iedereen kan meedoen. Kan je gewoon vanuit huis doen. Dus als Dion nog niks heeft te doen de komende periode, kan hij een Davilex Award winnen. Dat is echt cool. Ja. Die vindt plaats van 10 november tot en met 12 november. Dat is gewoon gratis. Iedereen kan meedoen. Als je met je groepje mee wil doen, kan dat. En als je als solist mee wil doen, kan dat. Wat is dat? Wat zit je met een ding te zwaaien? Hij moet naar de wc. Je mag, Luc. Ja, ga maar lekker plassen. Dat is oké. Bij Lulu. Dus als je het leuk vindt. Maar Davilex is nu maar softwareontwikkelaar of zo in Duitsland ergens, toch? Volgens mij bestaat het niet meer. Ik dacht dat je Luxeflex bedoelde. Of is het opgedeeld? Het was een Nederlandse studio met Red Cat. Hadden ze A2 Racer. Iedereen speelde A2 Racer. Vakantieracer. Ja, ze hadden van alles. Ik heb nog wel eens een keer geprobeerd om A2 en vakantieracer aan de praat te krijgen. Maar dat was onmogelijk. Ik ben al niet de meest technische, maar ik heb dat met Enno geprobeerd. We zijn 2-3 uur mee bezig geweest en het was niet te doen. Je had ook nog Amsterdoomt. Die shooter in Amsterdam. Ja, classic. Goede herinnering. Ik vind dit wel een hoogstaand tippie. Ik vind het wel lastig om hier overheen te gaan. Ik had wel een tip. Maar je bent heel zeker geworden over je tipje nu, hè? Dat snap ik. Ja, dat ook. Hij is een beetje outdated misschien. Maar wat ik dus wilde is een recap van het verhaal van Marvel Spider-Man 1. En nu kun je natuurlijk YouTube-video kijken. Dat is, weet je, een makkelijke manier. Dat is wat mensen doen tegenwoordig. Ja. Maar... ShootTube. Maar ik was dus vergeten dat er ook nog een comic is uitgebracht. Gebaseerd op dat verhaal. Die heet City at War. En die is best wel cool. Die laat ook nog wat andere perspectieven zien van het verhaal. Mm-hmm. En dan heb je ook nog die eentje die heet Marvel Spider-Man 2. Die overbrugt deel 1 en 2. Dus die laat weten wat er tussen is gebeurd. En dan kwam ik er ook nog deze week achter. Want je hebt dus ze noemen het Gamerverse. Wat ik echt een stomme naam vind. Maar dat is dus het universum van de Insomniac Games. En daar hinten ze wel naar Avengers af en toe, maar ze praten er niet echt over. Er is een Insomniac Games universum? Ja, absoluut. Ja. Zeg maar, deze Spider-Man. Dus Ratchet & Clank kunnen binnenkort in Spider-Man landen. Nee. Dat denk ik niet. Het Marvel universum. Dus je hebt daar Peter Parker en toen kwam Miles Morales erbij. Ja, oké. Ze hun eigen story Marvel ding. Ja goed, Wolverine zijn ze aan het maken. Die zit er waarschijnlijk dan ook in. Maar ik kwam dus achter, je hebt dus een Spider-Man comic, die heet Spider-Man Unlimited. Die kun je lezen op Marvel Unlimited, dat is zo'n verticale comic. Die legt uit waar de Avengers zijn, onder andere. Want Peter Parker uit de games, die werkt samen met de Spider-Man hieruit. Dat is een soort multiverse ding. Dus die ben ik nu aan het lezen en het is best wel cool. Het is gewoon wat extra info. Dus als je wat extra info wil, over het universum, dat is leuk. Ik vond het leuk toen we het lied zien gisteren, dus ik raad het wel aan om dat te checken. Mijn tippie is niet echt een leuke tippie vergeleken met jullie tippies. Maar als je nou ook Mario Wonder aan het spelen bent, zoals ik. En je hebt zoiets van, ik wil wel een echte uitdaging. Er is meer dan je denkt. Dus je kan per level, als je naar courses gaat via L, dan kan je zien de levels die je hebt gespeeld. Yeah. En als je op de achtergrond een stempeltje ziet, dan heb je daar alles gehaald. De vlag, de muntjes en de Wonder Seeds. Mm-hmm. Als je geen stempeltje ziet en je hebt al die dingen wel, dan zal ik nog even goed doorzoeken in dat level. Misschien vind je wel iets heel leuks. Dat is mijn tip. Ja, en die zijn ook moeilijk. Die zijn fantastisch. Ja, die zijn echt cool. Dus dat is zeker niet zo'n interessante tip als dat jullie hebben, maar... Ja, een goede game tip. Ik vind het wel. Veel mensen zijn een Mario aan het spelen. Ja, toch. Goede game tip. Goed, we zijn er. We gaan hem afsluiten. We gaan kijken of er niet weer gekke shit is geïnstalleerd op de PC's. Iemand is daar Windows. Waarom doen mensen dat? Ik snap dat echt niet. Misschien dat ze dan tegelijk doen. Ja, maar dan We hebben dus alles op fullscreen hier draaien. Ook Fortnite voor de jonge spelers hier. En die gaan ze dan... Ze hebben daar denk ik... Wat, hoeveel inch is dat scherm? 27, 32? Ja. Yep. Dan maken ze hem windowed. Zodat ze dat spelen zonde op een heel klein scherm. Ik vind het heel gek. Ja, dat gaan we allemaal weer even rechtzetten. Ja. We gaan Roblox deinstalleren. En, uitleggen hoe Guitar Hero werkt. Dat je en pling pling en pling pling. Dat is lastig nog voor mensen. Ja, hij staat uit te leggen. Nee. Oh, oké, is heel goed. En dus dat. Vond je dit nou een fijne podcast? Vergeet dan niet ergens op een abonneerknop te drukken. Dat kan in elke app tegenwoordig die je hebt. En laat even een comment achter als het kan. Vinden we ook leuk om te lezen. We houden van comments te lezen. En is volgende week Cheert terug. Nice. Ja, klopt. Okay, doei. Doei. Dag. Oh ja, en wil je nog snel de beeld en geluid? Kan. PU 2023 is de kortingscode op de website van Beeld en Geluid. Dan kan je dus nog vrijdag, zaterdag en zondag. Ja. Oké, dan ben ik echt weg. Doei. Doei.